afgezet, die zo eerst van de roer afgezet. Radio 1, NOS. Ik moet zeggen, staan momenteel hier op het viaduct bij Waardenburg over de A2. Daar zal straks de stoet met de lijkauto's langskomen. 40 stuks in totaal die vertrokken zijn vanuit Eindhoven Airport en op weg zijn naar Hilversum. Heel veel mensen hier, er staan er toch wel een aantal honderden op een relatief klein viaduct. Die allemaal hun betrokkenheid bij dat vreselijke ongeluk hier laten blijken. We proberen nog eventjes straks iemand voor onze microfoon te krijgen en camera om even te vragen waarom dat ze hier zijn. We proberen het allemaal voor u te vangen in dit korte moment van dat ze hier straks langs gaan komen. Namens hier op het viaduct. Dag mevrouw, u bent vanavond ook even gekomen om de rouwstoet langs te zien komen? Ja, dat klopt. Ja. We wonen hier vlakbij en we hoorden net op de radio dat ze hier voorbij kwamen. Dus we zeiden nou, dan gaan we even kijken met onze kinderen, omdat we er veel van gehoord hebben in de afgelopen week. En dat we het ook gewoon heel erg vinden wat er is gebeurd. 40 stuks komen er straks langs. Hebt u nog iemand in uw kennissenkring of familiekring die mensen kennen die in dat vliegtuig zaten? Nee, gelukkig niet. We hebben het er wel met elkaar over gehad wat het zou moeten zijn voor gezinnen die het te horen krijgen waar bekenden van zijn omgekomen. En je probeert je daarin in te leven, dat kan je niet helemaal. Maar als je maar een klein beetje dat probeert, lijkt me het echt heel erg verschrikkelijk. Ja. De eerste motorrijder die gaat controleren of het wegvak voor de stoet vrij is.